Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Mirjam en op dit kanaal vertel ik van alles en nog wat over mijn schrijversleven. Dat betekent dat ik zowel vertel over hoe het is om schrijver te zijn, ik geef schrijftips en dergelijke. Maar ik vertel zo nu en dan ook eens wat over mijn persoonlijk leven en ik vind het heel leuk om over productiviteit en dergelijke te praten. Dus dat doe ik ook wel eens. En in de video van vandaag ga ik je mijn projectenlijst van 2023 laten zien. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik die vorig jaar, mijn projectenlijst van vorig jaar had ik volgens mij aan het begin van het jaar niet gedeeld. Maar ik heb aan het eind van het jaar wel laten zien hoeveel er van terecht is gekomen. Maar voor dit jaar heb ik al een lijstje gemaakt van dingen die ik sowieso wil afronden. Vooral verhalen en dergelijke. En een paar hebben wel overlap met die Doelen Bingo die ik je dinsdag heb laten zien. En op de bladzijde ernaast staat wat ik in het eerste kwartaal van 2023 wil doen. Maar daar ga ik je nu niet zoveel over vertellen. Maar dan weet je in ieder geval wat het is. En nou, net als eigenlijk al mijn doelen, mijn dagdoelen, mijn weekdoelen, mijn maanddoelen, mijn kwartaaldoelen en mijn jaardoelen, heb ik ook mijn projectenlijst opgedeeld in bare minimum en good year doelstellingen. Dus, nou, bare minimum is het minimale wat moet gebeuren. En good year is dus als het een goed jaar wordt. Als het allemaal fantastisch gaat, dan ja, zou het fijn zijn als ik ook aan die projecten in ieder geval kan werken. Maar goed, het eerste wat ik sowieso wil doen dit jaar is samen deel 5 afronden. Zoals je weet heb ik de eerste versie al geschreven in 2022 tijdens NaNoWriMo. En nou ja, ik wil dit jaar gewoon helemaal af dat zeg maar dat ik of alleen nog maar de proefdruk door hoef te nemen of dat zelfs dat niet meer hoeft te gebeuren. Dus dat het gewoon af is. En daarnaast wil ik Rachels verhaal gaan opsturen. Dus dat betekent dat ik hem grondig moet herschrijven. En dan naar mijn proeflezer sturen. Dan nog een keer herschrijven. En dan naar de uitgever sturen. En dan zien wat er van komt. Ik wil van projecten stad echt de beste versie maken. Ik denk dat hij nog wel flink wat herschrijfrondes kan gebruiken. Meer nog dan mijn andere boeken. En dat is omdat ja, het is een heel ander soort project. Het is wat dat betreft een veel groter project. En daardoor kost het herschrijven ook gewoon wat meer tijd. Want ik wil natuurlijk wel dat het de allermooiste versie wordt die uitkomt. Ik wil nog een young adult schrijven. Een standalone young adult. Min of meer standalone young adult. Ik heb al, daar heb ik volgens mij wel eens een keertje over verteld, een manuscript liggen van uit 2015. De opdracht was toen net verschenen en ik was bezig met een nieuw verhaal over Hannah en Niek. En ik heb iets van 30.000 woorden geschreven. Ik was er echt al bijna. En toen vond ik het opeens niet goed meer. Toen heb ik het weggelegd. En toen ben ik later een ander verhaal gaan schrijven. Dat is Lijmen geworden. En ja, toen had ik eenmaal een soort flow met personages die ik al min of meer kende. Hannah en Niek kwamen wel voor in Vrije Val. Een van mijn vierde boek. En vanaf dat moment ben ik wel gaan denken van ik wil eigenlijk hun verhaal wel vertellen. Maar iedere keer was het niet de goede tijd en zo. Maar nu heb ik zoiets van dit jaar zou wel eens het jaar kunnen zijn dat ik dat project weer oppak. Tuurlijk ga ik het helemaal herschrijven. Maar ik denk dat ik de grove lijnen van de verhaallijn en misschien wel bepaalde scènes gewoon kan hergebruiken. Maar ja, ten opzichte van 2015, dat is 8 jaar terug. Echt al lang geleden. Maar is mijn schrijfstijl natuurlijk nou, veranderd, verbeterd. Tenminste, ik hoop dat ik een stuk beter ben in schrijven op dit moment. Dus dan, ja, dat verhaal één op één overnemen, dat gaat er niet worden. Maar ik ga hem wel, nou ja, ik hoop er een verhaal van te maken. Ik hoop dat het dan een boek kan worden en dat je dat dan alsnog kan lezen. Want ik had al wel het einde van het verhaal en dat is echt prachtig. En die boodschap zou ik heel graag aan iedereen door willen geven. Dus dat. Op mijn lijstje zat ook een prentenboek. Daar heb ik ook al wel eens eerder wat over verteld. Maar ik heb dus al jaren een idee voor een geniaal prentenboek. Ik heb het zelfs een keer tijdens
voor Spaans voor school moesten we. Ik had een soort extra cursus iets. Je kon wel eens wat extra vakken kiezen, vrije dingen. Dus ik heb een paar weken Spaans gehad. Ik kan het helemaal niet. Ik kan alleen hola zeggen zo'n beetje. Maar goed, we hadden een eindopdracht. En een van de dingen die je kon doen voor de eindopdracht was een prentenboek maken. En toen heb ik al een deel van dat verhaal, zeg maar, geschreven. En toen, een klasgenootje had het in Spaans vertaald. En toen hadden we er ook nog tekeningen bij gemaakt. Maar dat zou ik wel graag nog een keer willen doen. Maar dan goed, zeg maar. Dus, nou, dat staat op de lijst. Ik wil van Friends Forever het eerste boek gaan schrijven. Zoals je wellicht weet, dat heb ik al in andere video's ook verteld. Maar ga ik van Friends Forever een boekenreeks maken. En dan elk personage krijgt een apart boek. En het is niet zo dat je in elk personage, vanuit elk personage weer het hele verhaal van het begin opnieuw leest. Maar het begint bijvoorbeeld met Nora. Die is nu op mijn blog ook altijd als eerste aan de beurt. Maar het eerste boek is bijvoorbeeld vanuit het perspectief van Nora. En dat is dan de eerste 8 maanden op de middelbare school. Of niet op de middelbare school, maar in de bovenbouw van de middelbare school. En dan gaat het bijvoorbeeld verder met Lily. En dan heb je wel een beetje overlap. Maar niet, niet dat ze telkens weer dat het hetzelfde beginpunt heeft. Maar goed, dat hopen dus 4 boeken te worden. En ik wil dit jaar het eerste boek gaan schrijven. En het liefst ook uitbrengen. Maar daar wachten we nog even mee. En hier heb ik in de mijn doelen bingo video ook al over verteld. Over deel 6 van Samen. Ik wil het heel graag wel doen. Maar zoals ik al zei, er moet wel genoeg te vertellen zijn. Maar ja, ik kan daar natuurlijk ook gewoon heel actief naar op zoek gaan naar ideeën om in het boek te zetten. Dus ik hoop zelf wel echt heel graag, ja, heel erg dat er nog een 6e deel kan komen in de samenserie. Dat zou ik zelf heel erg leuk vinden. Want ik geniet echt van het schrijven van die personages. Dus ja, het liefst zou ik het oneindig door laten gaan, maar dat lijkt me ook geen goed idee. Nou ja, dat is dus het minimale wat ik wil doen. En ergens vind ik het wel een beetje gek dat ik deel 6 dus bij het minimale heb gezet. Terwijl ik nog niet 100% zeker weet of ik het ga schrijven. Maar dat laten we maar zo. Nou ja, als het een goed jaar wordt, wil ik een 2e deel van de stad schrijven. Ik heb altijd gezegd dat ik het in eerste instantie als een soort standalone boek wil uitbrengen. Maar hij eindigt niet echt met een cliffhanger, maar wel als in er is nog zoveel meer mogelijk met dat verhaal. En ik denk dat als je dat boek uit hebt, dat je echt wel zoiets hebt van ja, hallo, nu zitten ze daar en wat gaat er nu gebeuren? Dus ik wil me verdiepen in de mogelijkheden voor een 2e deel. Maar goed, eerst moet de stad, het 1e deel, de complete beste versie zijn. En aan de andere kant denk ik, als ik een 2e deel ga schrijven, terwijl het 1e deel nog niet is gepubliceerd, heb ik natuurlijk wel de mogelijkheid om bepaalde foreshadowing dingen, zeg maar, te doen. Dus daar moet ik nog even over nadenken hoe we dat precies gaan vormgeven. Als het allemaal goed gaat, wil ik ook het 2e boek van Friends Forever gaan schrijven. Ik denk dat dat op zich niet zo'n heel, ja, heel spannend doel. Dus ik denk dat dat wel mogelijk is, omdat ik natuurlijk voor Friends Forever al de complete blogserie heb. Dus ik heb al wel heel veel ideeën liggen. Maar ja, ik moet het wel. Ja, weet je, als je een boek schrijft, dan moet er toch een andere spanningsopbouw en dergelijke in zitten. Maar ik denk dat het op zich wel mogelijk is. Al moet ik de blogreeks ook nog afronden. Dus we gaan het zien wat er gaat gebeuren. En ik wil na gaan denken over een vervolgverhaal voor 2024. Ik weet nog niet zeker of ik weer een vervolgverhaal op mijn blog ga zetten. Ik heb nu sinds begin 2020 komt Friends Forever iedere week online. Dus uiteindelijk heeft hij dan het laatste hoofdstuk komt volgens mij of eind december of begin januari 2024 online. Dus dat heeft uiteindelijk een looptijd van 4 jaar gehad. En ik weet niet of ik nog weer een keer zo'n vervolgverhaal wil doen. Of dat ik er op een andere manier invulling ga geven op mijn blog. Dat moet ik nog even naar kijken. Maar goed, de mogelijkheid om het te overwegen is er in ieder geval.
Nou ja, als het gewoon goed gaat, wil ik misschien toch weer het snel weer oppakken. Hier heb ik al vaker over verteld op mijn kanaal. En ik wil ook de Appelhof oppakken. Zou ik heel leuk vinden om te doen. Maar aan de andere kant heb ik wel zoiets van, ja, ga eerst even al die andere projecten afronden. En begin dan pas aan iets nieuws. In plaats van 300.000 nieuwe dingen tegelijk. En ik heb ook nog een puntje wat er verder komt. Want ik weet uit ervaring dat je halverwege het jaar soms in één keer een heel goed idee kunt hebben ergens voor. En als je dan alles al dichtgetimmerd hebt, dat is een beetje jammer. Dus ik laat me verrassen. Stel dat ik nog een idee voor een geweldige young adult krijg. Ja, dan gaan we dat natuurlijk gewoon proberen erin te krijgen. Dan gaan we niet heel krampachtig vasthouden aan wat ik hier heb staan. Nou ja, ik heb op dit moment ook met mezelf afgesproken dat ik dit jaar probeer om per maand één schrijfproject en één herschrijfproject te hebben. En dat is het. Natuurlijk zullen er ook blogs bij zitten. En misschien ook nog zeker de eerste paar maanden het vervolgverhaal. Wat ik ga afronden. Maar dat ik niet... Want dat was een beetje het probleem met de laatste maanden van 2022. Ik wilde veel te veel dingen tegelijk doen. En daardoor kreeg ik bijna niks goed voor elkaar. En toen heb ik op een gegeven moment besloten van... Nou, de focus gaat nu naar samen deel 5 en samen deel 4. Dus gewoon een samen serie. En de rest komt volgend jaar. En dat was een schrijfproject en een herschrijfproject. Dus toen dacht ik, ik moet gewoon elke maand één schrijfproject, een herschrijfproject en optioneel brainstormen over een nieuw project. Dus nou ja, dat is een beetje hoe ik het voor ogen heb. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Ik hoop je er vast al wat meer over te vertellen in een toekomstige video. Dus wil je dat niet missen, abonneer je zeker even op mijn kanaal. En maak er vandaag een supermooie dag van.